naam is Steven Komel van de firma S3. Jullie hebben bij ons deze rookgeneratoren gekocht. En zoals afgesproken zouden we hier, gezien de huidige coronatoestanden, een filmpje over maken, zodat jullie weten hoe het toestel moet gebruikt worden, wat je er kan mee doen, hoe het moet onderhouden worden. Beginnen doen we even bij de componenten die op deze machine zitten en die voor jullie van belang zijn. We beginnen onderaan met de twee wielen. Het toestel is dus verrijdbaar. Je kan het kantelen, bovenaan aan het hangvat vastnemen en is het toestel dus compleet verrijdbaar. Je kan het toestel ook makkelijk in of uit een auto halen of plaatsen door bovenaan het hangvat vast te nemen. Achteraan de machine is een uitsparing voorzien en dan kan je het toestel gemakkelijk opheffen. Het tweede puntje van de componenten is het elektriciteitssnoer. Daarvoor hebben we vier punten waar we de 4 meter lange verlengslang kunnen gaan oprollen. Onderaan zit een stekkerhouder en zo wikkelen we de complete draad eraf. We gaan nog even niet insteken in het stopcontact, want er zit nog een bepaald aantal dingen over te vertellen. Een van de punten bij snoeren is als je een verlengsnoer nodig hebt. Het toestel bevat een verwarmingselement, dat trekt wat stroom. Dat wil zeggen, als je een verlengkabel gaat gebruiken, dan ga je de afstand zo kort mogelijk houden. We adviseren om maximaal tot ongeveer 40 meter te gaan. En de box moet bestaan uit een kabelsectie van 2,5 mm kwadraat. In oudere huizen is er nog een kans dat je zekeringen hebt op 10 ampère. Daar gaat het toestel op reageren. De regel elektronica gaat het toestel gewoon niet opstarten. Maar dus conform zoals het nu overal een beetje is, is dat we 16 ampère hebben en dan hebben we geen probleem. Dus hou rekening, verlengdraad kan en mag, snoer volledig afrollen, 2,5 mm kwadraat sectie. Oprollen is opnieuw hetzelfde. Onder lichte spanning wikkelen op de houders. En dan komt de draad netjes terug onderaan uit en kan je alles mooi bevestigen. Volgende component is het display. Dit wordt straks voor jullie van het grootste belang met twee regelknoppen. Hier hebben we het volume van de rook, de hoeveelheid rook, het aantal pulsen dat de machine produceert. En hier hebben we de luchtsnelheid. Dit zijn gewone draaiknoppen die je kan af- en aanzetten. Straks gaan we het display ook eventjes oplichten, zodat jullie weten wat de werking daarvan is. Puntje over luchtsnelheid, puntje over rookhoeveelheid. De luchtsnelheid kan je bepalen tussen een minimum en een maximum. En bij de maximum moeten we weten dat het toestel ongeveer 0,34 bar overdruk heeft in de riool. Dit is geaccepteerd. Het toestel is ook Vlaario gekeurd daarvoor. Dus we kunnen niet meer dan 0,34 bar overdruk steken. Een vaak gehoorde opmerking, of ik ga niet eens zeggen dat een gebruikersfout is, is dat mensen de neiging hebben van de lucht volledig maximaal open te draaien, de rook volledig maximaal open te draaien en dan zal het er wel ergens uitkomen. In principe klopt dat, hoe meer rook, hoe meer lucht, maar je moet ook rekening houden met een aantal puntjes. Ik ga er eentje noemen. Als je ergens vertrekt vanuit, je haalt het putdeksel eraf, je stopt de slang erin, dan gaat die lucht de weg volgen van de minste weerstand. Dat wil ook zeggen dat als er een zeer haakse leiding op toekomt, ja, dat de lucht gewoon rechtdoor zal gaan. Dus op een bepaald moment moet je ook het toestel minimaal zetten van luchtvolume, of zelf eventjes uitschakelen, zodat de natuurlijke druk en onderdruk die in een rioolleiding aanwezig is, zich kan verplaatsen en komen op plaatsen waar haakse aansluitingen, zeer scherpe bochten zitten, zodanig dat we de luchtstroom volledig vrij laten. Dus zeker en vast, in het begin gaan we een beetje iets meer lucht geven, dat mag zelf helemaal maximaal staan. Nadien laten we het toestel op een normale manier werken. Lucht kan je nooit volledig uitschakelen. Zelf als de stand van de ventilator hier op 0 staat, dan ga je aan de slang altijd nog een beetje lucht voelen uitkomen. Dat heeft te maken met het verwarmingselement dat erin zit.
Dat zou anders veel te warm worden, ook al zit daar een beveiliging op. Dus we willen eigenlijk dat er continu een kleine hoeveelheid lucht uit de slang komt. Rook. We gebruiken daarvoor, die is er ook bijgeleverd, de rookvloeistof. En hier valt wel wat over te zeggen. De rookvloeistof die wij gebruiken is op basis van alcoholen. Daar zit wat paraffine in voor de kleurstof. Het enige een duidelijk advies luidt, je kan enkel deze merkgebonden rookvloeistof gebruiken. Er bestaan verschillende varianten. De meeste andere varianten zijn gebaseerd op iets wat oudere technieken, waarbij aardolie werd gedestilleerd en tot een product gebracht dat vernevelbaar was. Nu, die aardolieachtige producten die zijn nog steeds op de markt te verkrijgen, naast deze alcoholen. Maar dit toestel, het inspuitsysteem voor de verdamper, is volledig gebaseerd op alcoholen. De viscositeit van de aardoliegebaseerde vloeistof zal hierin werken, maar zal na verloop van tijd in het inspuitsysteem een soort van aanwoekering gaan geven, zodat het toestel op middellange of lange termijn toch zou kunnen stuk gaan bij verkeerd gebruik van het product. Dus als jullie daar vragen over hebben, de MSDS-fiche daarvoor is beschikbaar. Heb je eventueel, liever niet, andere leveranciers voor de rookvloeistof, dan moet je ons altijd contacteren en hebben we de betreffende MSDS-fiche nodig om na te gaan of dat je compatibel kan werken met dit toestel. Dus rookvloeistof, heel belangrijk, merkgebonden gebruiken of conform de MSDS-fiche. De rookvloeistof zit achteraan in een doorzichtig reservoir. Dat wil zeggen, je ziet altijd de hoeveelheid. Er moet niet een separaat zichtslangetje zijn, je ziet hoeveel er eigenlijk in zit. Het reservoir bevat 2,5 liter en je kan dus simpelweg gaan bijvullen busjes van 5 liter. Er wordt soms ook de vraag gesteld naar, kunnen we dat niet in 10 en 20? Ja, wij kunnen dat in elke mate leveren. Alleen, als je met een 20 liter kan moet gaan gieten, dat zijn al 2 emmers water, dan wordt dat wat lastig en ga je uiteindelijk meer kans hebben om te morsen. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat we jullie ergens centraal een palet afzetten. Dat kan ook per 1000 liter. Dus de hoeveelheden spelen minder rol. We hebben de jerrycan wel zo gemaakt dat ze handig te vertransporteren zijn, handig te gieten, gemakkelijk in en uit de auto te halen. De vloeistoftank heeft een afsluitbaar deksel. In dat afsluitbaar deksel zitten kleine geboortegaatjes die moeten zorgen als de vloeistof door de pomp wordt aangezogen, dan verdwijnt er ook lucht uit het reservoir en uiteindelijk als we niet deze kleine beluchtingsgaatjes hebben, dan zal de tank zich gaan vacuüm trekken. Daarom zitten hier links en rechts van de dop 2 geboortegaatjes, 2 beluchtingsventielen. Dat wil gelijk zeggen dat als we het toestel willen gaan opbergen, dat we het altijd in de andere richting eventjes terugdraaien. Dat we het toestel plat moeten leggen met het display naar beneden. Het display zit daarbij ook een beetje verscholen. Rust op deze 2 kunststofdoppen en op het rubber van de wielen. Dus dat wil zeggen, bij opslag van de E-steam leg je hem compleet plat. Een andere mogelijkheid is dat je hem rechtop, maar dan moet je hem stevig vastmaken, dat je hem rechtop bewaart in of opslaat in een bestelwagen of een voertuig. Dus voor opslag goed onthouden, toestel plat of rechtopstaand. Rechtopstaand nooit geen probleem, in geval van plat, display naar beneden, zodanig dat die beluchtingsgaatjes open blijven en dat er niks uit het toestel loopt. Goed, gaan we nog eens draaien. Aan de achterzijde hebben we de rookslang. Die zit vast op de zijkant met 2 clips. Die kan je gewoon losmaken. En hier doen we net hetzelfde. Zo. Er zit in totaal 6 meter slang op. En die kunnen we dus compleet gaan afwikkelen. Hier komt uiteindelijk de rook door. Op het uiteinde is een voorziening gemaakt met een soepele aansluiting in rubber die past op een 40 of 50 mm aansluitstuk. Vanaf deze koppeling kan je weer vertrekken naar 90-110
Of jullie kunnen de smokestopper die erbij geleverd is ertussen zetten in grotere leidingen tussen 80 en 150 om de rook zo goed mogelijk binnen het afvoersysteem te gaan houden. De slang is soepel, wordt, ik ga zelf niet zeggen handwarm, een beetje afhankelijk van de buitentemperatuur, maar er zit toch wel wat, de hitte die geproduceerd wordt door de machine gaat hier ook door, daarvoor is ze resistent, wordt gewoon handwarm nooit meer. Belangrijk bij de slang is dat we proberen van deze zo goed mogelijk af te rollen compleet. Waarom is dat? We gaan dus eigenlijk lucht produceren, we gaan daar rook aan toevoegen. Warme lucht wordt dat dan uiteindelijk, warme rook. En we proberen van de condens uit de slang te minimaliseren. Dat wil zeggen, de lucht gaat helemaal door deze slang heen, ondervindt weerstand van de slang. En als we een aantal wikkelingen erop laten, blijft de weerstand nog veel hoger en is de kans dat de vloeistof terug gaat condenseren vooraleer hij aan de uitgang is of er toch druppeltjes ontstaan, groter dan wanneer we de slang compleet aflopen. Wat niet wegneemt, het kan ook, als je niet meer plaats hebt, kan je ook een aantal wikkelingen daar laten opzetten. We zien hier de aansluitsnoeren. Die kunnen we verlengen of verkorten. Belangrijk is, dit heeft een boogje. En hetzelfde boogje merken we hier. En als je gaat vastmaken, moet de boog mooi volgen. Dat wil zeggen, praktisch gezien gaat het trekklusje naar beneden. We stoppen het in het systeem en dan kunnen we netjes gaan opspannen. Dat doen we ook aan de andere zijde. Hier klikken we er weer uit en de slang is weer los. We gaan dus proberen met te werken. We staan hier wel in een binnenomstandigheid, maar dat gaat toch wel lukken. Als we dus de machine gaan gebruiken, het eerste wat we moeten doen is de stekker in het stopcontact steken. Vele andere merken, modellen, ook onze modellen van vroeger, daar moest je allerlei regelknoppen, de verwarming aanzetten, de lucht regelen, de rook regelen, het verklikkerlichtje van de verwarming controleren. Dit wordt nu allemaal overgenomen door een microprocessor die in het toestel zit. Dus dat wil zeggen dat het heel makkelijk wordt om met het toestel te gaan werken. Het enige wat we zullen moeten gaan doen is de stekker in het stopcontact steken. En dan ga je een scherm zien oplichten waarbij een opwarmtijd zal verschijnen. Die opwarmtijd, tijdens die opwarmtijd gaat enkel je lucht lichtjes blazen en kan je voor de rest niks doen. Aan beide knoppen niet. We vragen dus te wachten en je kan het ook niet gaan beïnvloeden. De gemiddelde opwarmtijd waar vroeger 9, 10, 14 minuten zijn, zitten we nu bij gemiddelde temperaturen 3, 4 minuutjes. Dus de tijd dat je eigenlijk het toestel laat opwarmen, de put openmaakt of de controleput openmaakt, de slang er deftig in stopt, zal het toestel opgewarmd zijn. Dus dit is wat gaat gebeuren. Hij gaat opwarmen, dat ga je zien op het display. Op het moment dat die opwarmtijd voorbij is, zal het toestel in een soort van, ga je twee schuifbalkjes zien, en dan weten we dat we kunnen werken. Nu zien we dus op het scherm, het toestel stond binnen, dat we eigenlijk al een percentage van 52% verwarming hebben. En dat gaat in blokjes naar boven gaan, 53, en zo komen we tot 100. Dus dit impliceert dat we nu, zoals gezegd, aan de draaiknoppen mogen draaien, maar dat er niks gebeurt. Dus de machine beveiligt zichzelf. Links op het display zie je dus eigenlijk de temperatuur die omhoog gaat. En nu moeten we in wezen gaan wachten. Terwijl het toestel aan het opwarmen is, dus waarvoor kan het allemaal gebruikt worden? Uiteraard in jullie geval zal het heel veelvuldig gaan om afkoppelingen, afkoppelingsprojecten, controle van de loop van een riool. Maar je zou er net zo goed tanks mee kunnen controleren. Je zou er net zo goed lekken mee kunnen opsporen in platte daken. Daar is het toestel allemaal voor gemaakt. Dus de toepassingsgebieden zijn heel divers. Die zien we de laatste jaren nog steeds toenemen. Voor jullie in principe gaat het dus over die afkoppelingen. Vergeet daarbij ook niet, als je Vlaardo gecertificeerd bent, van het toestel in te schrijven met het serienummer dat je onderaan op de machine vindt. Dat gaan we straks ook nog even tonen. We zitten nu al op 85%. Het toestel staat mooi recht.
op het ogenblik dat er zich iets zou voordoen of het toestel gaat kantelen, dan bevat het ook een kantelbeveiliging en zal het zichzelf volledig uitschakelen. Nu zien we op het display twee schuifbalkjes. Het bovenste schuifbalkje, daar staat de rookpluim bij. Het onderste schuifbalkje, daar staat de luchtventilatie bij. Als ik aan de luchtventilatie ga draaien, dan hoor je en zie je het schuifbalkje verhogen. Dus ik zet die nu even minimaal. Anders hoor je mij misschien niet meer praten. Op het moment dat ik hier aan het bovenste schuifbalkje ga draaien, kan je dus tussen minimum en maximum de rookhoeveelheid gaan verhogen. Weet wel, dat klinkt misschien een beetje raar, maar die rook komt in pulsen. Dus de pomp zal een kleine hoeveelheid op de verwarmingselement gaan brengen of gaan inspuiten en dat verdampt. Dus gemiddeld kan je zeggen, als je minimaal staat, dan krijg je een pulsje elke 25 tot 30 seconden. Sta je maximaal, ja, dan kan je makkelijk 10 pulsen per minuut hebben. Besef wel, zo'n pulsje in het begin zal er ook licht grijs zijn. Op het einde wordt, of na een minuutje of vijf minuutjes werken als de machine warm staat, zal er ook dichter zijn en krijg je een mooie grijze pluim. We krijgen soms de vraag om die rook in andere kleuren te leveren. Dat gaat niet. Kleurstoffen die vroeger werden toegevoegd hadden als nadeel dat ze het systeem opnieuw gingen verstoppen omdat die verf vrij moeilijk te verbranden was. Maar geloof ons, de grijze rook is ook zeer duidelijk zichtbaar. Op het moment dat je gaat werken met het toestel, moet je ook weten dat als er in een huis eventuele leiding zou openliggen of een niet aangesloten sifon, kan de rook in het huis gaan komen. En dat rookmelders daar, ja, laten we maar zeggen, 99% van de tijd gaan op reageren. Dus wat gaan we nu doen? We gaan eens kortstondig een pluimpje geven. We zetten de rook lichtjes open. We geven een klein beetje lucht. Nu gaat de pomp beginnen te zuigen. En dan ga je de eerste pulsen zien komen. Daar is nummer 1. Dat was een hele lichte. Dan kunnen we gelijk wat meer zetten. En als we dus helemaal maximaal openzetten, dan krijg je natuurlijk veel meer rook. Je ziet dat de rook altijd maar intensiever gaat worden. Op het moment dat we wensen te stoppen met werken, dan gaan we hier de rook helemaal terugdraaien naar 0. En nu kan je even op het scherm kijken. De lucht die valt ook terug op zijn minimum, zetten we ook op 0. En nu krijg je op het scherm een countdown tijd. Dat is de tijd om het toestel te laten koelen. Die is niet beïnvloedbaar, wordt berekend door de microprocessor 1, 2 of 3 minuten. Een zware gebruikersfout zou zijn om er nu al in deze fase de stekker opnieuw gaan uit te trekken. Want dan heeft het toestel geen kans om te koelen. Dus deze moet je respecteren. We zitten nu nog 30 seconden daarvan verwijderd. We laten nog even ingezoomd op het display, want dan ga je een derde variant krijgen van het display en dat is het standby gegeven. Zo, nu krijg je eigenlijk het pictogram een beetje zoals van op je televisie. Het toestel staat nog altijd klaar om te gaan werken. We kunnen het eigenlijk ook niet direct gebruiken. Heel eenvoudig door hierop terug aan te draaien, de rook te regelen, de luchtsnelheid te gaan regelen. Wil je dat niet, zijn de werkzaamheden beëindigd, dan kan je nu eenvoudigweg de stekker uit het toestel gaan halen. Jullie hebben ook op de toestellen een afstandsbediening. We zullen er straks ook even op gaan inzoomen. Die heeft dus eigenlijk 4 knoppen. Links staat de plus- en minknop voor de rookhoeveelheid. Rechts staat de plus- en minknop voor de luchthoeveelheid. Een afstandsbediening heeft aan de achterzijde ook een dipschakelaar die eigenlijk dient om de batterijen die daarin zitten te beletten dat die
snel zouden leeggaan, ook bij niet-gebruik. Dus de tipschakelaar moet naar boven in de 1-stand staan. Zo berg je het toestel het beste op. Je kan via de broekriemclip of de rokclip voor de dames, kan je dus het toestel hier bij jou gaan houden. Als we nu opnieuw willen gaan werken, dan kunnen we dus uiteindelijk de rook terug gaan aandraaien. We krijgen dezelfde pictogram, maar op het moment dat we nu de afstandsbediening gaan gebruiken, zie je een ander scherm. Op dit scherm zie je links dat de afstandsbediening geactiveerd is. De rookpluim staat momenteel, heb ik lichtjes aangedrukt, en die gaat dus omhoog in stappen van 20. En ik kan ook de luchtsnelheid gaan verhogen. Van minimum tot maximum. En krijgen we terug de werking van de rookmachine. Gaan we nog even de slang voorhouden en zien we dat we terug aan het werken zijn. Doen we hier net hetzelfde en brengen we de rook volledig naar nul. We draaien de potentiometers af van zowel de rookhoeveelheid als de lucht. En we krijgen opnieuw de cooldown tijd van de machine. En we krijgen opnieuw eigenlijk de standby tools. Op dit moment mag ik de stekker uit het stopcontact halen. En kunnen we dus, zoals voordien getoond, het snoer opnieuw gaan opwikkelen. Goed, nog even herhalen. Toestel op wielen, netsnoer, bedieningspaneel dat eigenlijk zo vrij als automatisch werkt. Achteraan de rookvloeistoftank, de rookslang. Zo, aan de uitgang van de machine zit een metalen bocht en die bocht bevat een kijkglas. Wat is de bedoeling daarvan? Je kan eigenlijk daarin de pulsen zien. Eens de slang in het rayonstelsel zit, ja, dan weet je eigenlijk niet, ben ik nog wel aan het roken of gaat er iets fout. Deze opening laat u eigenlijk toe, daarin zie je de rookpluim opnieuw er naar buiten toe komen. Dan gaan we het toestel eens op deze manier platleggen. Dan kan je hier onderaan het serienummer van de machine gaan terugvinden, wat moet ingegeven worden op het platform van de Vlario. Hier zie je het netsnoer binnenkomen en aan deze kant zit er nog een thermische beveiliging. Het apparaat zelf is eigenlijk onderhoud als we het daarover hebben. Er zijn weinig componenten waar je moet onderhoud op doen. Die zitten allemaal aan de binnenkant van de machine. Die kan je niet zomaar opensleutelen. We vragen van, kijk, houd het toestel netjes. Meestal na een zeer intensief gebruik of na een paar jaar gaan er dingen bijvoorbeeld verslijten. De darm wordt week en wak, kan een scheurtje hebben, dan kunnen we die componenten natuurlijk allemaal gaan vervangen. Dus het toestel netjes houden, erop letten bij de rookvloeistof dat we het dekseltje wat proper houden. Dat we dat in geen te stoffige omgevingen doen. En dan is het klaar. Voor de rest is er aan deze machine niks meer te doen. Als we stoppen met werken, gaan we nog even de tipschakelaar op 0 brengen. En zijn we klaar voor deze machine. Dus de bedoeling is, dit is een kort instructiefilmpje. Ieder heeft mijn nummer. Als er nu nog bepaalde vragen zijn, dan kan je me mailen op info@s3.com. En S3 is S-D-R-I-E.com, dus voluit de 3 geschreven. Je kan me bellen, mailen, noem het maar op, want er zullen heel waarschijnlijk toch nog een beetje specifieke vragen zijn. Mochten jullie in omstandigheden komen waar het niet gaat of je bent onzeker, wij proberen altijd zo snel mogelijk u vooruit te helpen. Goed, dankjewel voor het luisteren naar dit filmpje en we spreken elkaar later.